De onlangs beëdigde Gramang der Samaka Albert Aboukoni is niet bang om naar zijn standplaats te gaan. Hij heeft vandaag gemeend in te gaan op de vele insinuaties en beschuldigingen aan zijn adres. Volgens de Gramang heeft alles puur te maken met Granlanti, oftewel de regering. Aboukoni zegt dat de regering hem nog steeds geen groen licht heeft gegeven om richting zijn standplaats Assidi-Hopo te gaan, omdat sommige zaken nog geregeld moeten worden. Ano deso taki omdat omeni bari e bari jugu jugu e meki e fu makar den jugu jugu mi ne si den lek jugu jugu mi e si den leki wan sani san musuf de ini wan libi makandra naf dat ere grandma de na foto ete ano omdat grandma fredef gwe oktu want efi de grandma da e mus fredef go pe e mus tira kondre en i be sabi bafa sani bende dat in obo tandoro, ibo geef op dat jere no melibasani mino pot mislef gomoro fara. A feit tak mi hori doro telek president beedek mi, e getuig, min af tak en srefi, a getuig taki mi aanvaard auroko. En auroko e auroko in abus kondre. Je ka foto ta de van odo. Je kan da buitenland ta de van odo. Maar auroko e auroko in abus kondre. En Granlanti nog banan amete, dus mede ter beschikking voor Granlanti. Aboukoni, die met zijn volledige staf in Nax Volkshogeschool woont, heeft vandaag speciale aandacht besteed aan 19 september. De herdenking van 256 jaar ondertekening vrede tussen de Samaka-stam en de koloniale overheid. A day voor 19 september, na een day, pw prakseri taki, den bigi waf unu, vanaf 1785, dat ben feni den vrijheid baka. Na apistori dat hij in Libi in wie. Komit nou, dat ik kan actie schrijven take. Maar fa ade, na nga wilek baka pting, voor den bigi wang san ben feni a vrijheid voor den baka. U hori a vrijheid sa den bigi wan funu ben feni. U de in vrijheid ete. Dat na wantu aksi sang. Ala sarana mamus aksi en srefi. En funanku. Ala sarana man sang. Wan leisi ini a histori. Den bigi wan den. Ben de in katibo. If you na bus nengre, if you na pranas nengre, yum aksi sref baka, taki, u abi afre heit, san den bigi wan funu be feti so trangan, pe umeni brudu be fadon, u hori afre heit san den be feni, Aldus Albert Aboukoni, groot opperhoofd der Saramakaners, die vandaag ook is stilgestaan bij de herdenking van 19 september, 256 jaar sinds de ondertekening van de vrede tussen de Samaka-stam en de koloniale overheid.